Ik ga jullie laten zien hoe je een marsepein figuurtje kunt maken. En dan begin ik met het rompje. Of misschien eerst met het kopje, misschien ook wel leuk. Belangrijk is altijd met marsepein dat je altijd goed doorwerkt. Een beetje goed doorkneedt, dat hij mooi soepel wordt. Hè? Dat die amandelolie die erin zit, dat hij lekker een beetje warm wordt. En dat je een mooi naadloos balletje kunt rollen. Nou, ik begin met het kopje, dus uiteindelijk de basis is gewoon een rond balletje. Nou, in dit geval ga ik een konijntje laten zien. Nou, er moeten natuurlijk twee oren aan komen, dus wat ik dan doe, dat balletje zo tussen mijn handen. Ik rond als het ware met mijn muis van mijn hand en met een soort kegeltje van. Dan krijg je eigenlijk een soort kopje al met een heel langwerpig puntje erop. Wat ik dan doe, ik snij hem gewoon in. Zo. Dan heb je hem zo. Maar dan moet natuurlijk die oortje moet wel gedraaid worden. Dus wat ik dan doe ik die oortje een klein beetje draaien. Je ziet eigenlijk al meteen dat er een haasje is met twee lange oren. En dan druk ik met een boetseerhoutje. Dus eigenlijk een klein balletje zit eraan. Die loopt een beetje van breed naar smal. Nou, daar kun je dus heel veel dingen mee modelleren. Je kunt oogjes aangeven ermee. Je kunt neusjes indrukken. Je kan alles wat je mooi vindt, kun je daarmee doen. Nou, ik ga nu die oortje ermee indrukken. Als je wil, als je het leuk vindt, nog een klein beetje een puntje aanknijpen. Zodat je oortjes wat scherper worden. Tegelijkertijd druk ik meteen die oogjes ook erin. Gewoon indrukken zo. Twee kanten, zodat die ogen mooi naast elkaar zitten. En dan heb je eigenlijk al meteen het topje. Nou, dan maken we het neusje, doe ik van een andere kleur. Die kun je dus met twee bruine balletjes doen. De muis van mijn hand. Met een heel mooi klein glad chocolade marsepeinballetje. Die met een klein beetje water nog een heel klein beetje vocht op maken. Pas op dat je het niet te nat maakt. Zo. Nou, dan moet ik ook een neusje op. In dit geval doe ik nu gewoon een heel klein zwart balletje. Die moet wat kleiner zijn dan die andere. Nou, die plakken we ook weer op. Ja, ik ga beginnen nou gelijk een beetje vorm te krijgen. Hij heeft gelijk een soort mooi gezichtje krijgt. Rompje maak ik ook weer een balletje. En dan rol je daar ook weer een mooie naadloze bol van. Nou, en dan rol ik op de werkbank. En dan kun je heel een klein beetje poedersuiker gebruiken. Niet te veel. Dan rol ik er een soort wortel van. Zeg maar een soort kegelachtige vorm. Nou, die ga ik ook weer insnijden deze. Gewoon zo neerzetten, maken we een beetje een tromming in. Zo. En om een leuk detail aan te geven, kan je een beetje die pootjes aangeven. Misschien heb je een soort, alsof het een soort nageltjes zijn, zeg maar, die je erin gedrukt hebt. Een haas heeft natuurlijk ook een heel klein bolstaartje. Kunnen we misschien even wel leuk in wit maken. Plak je aan de onderkant zo tegen zijn lijfje aan. Nou, dan gaan we zijn kopje erop zetten. Kijk, en dan plakken we zo dat kopje op dat lichaamje. Ja, dan moet je natuurlijk nog oogjes krijgen. Heel klein. Die doen we erin. En dan maak je met zwart. Kun je weer kleine pilletjes maken. Die plak je erop. Kijk, zie je. Zo maak je eigenlijk een heel leuk 3D marsepein konijntje.